En hij zei, ja, het gaat over van streefbeelden naar maaibestekken. En het gaat eigenlijk ook over de bestuurlijke droom. Nou, dat vond ik wel een intrigerende elementen. Tegen de achtergrond van dat postertje wat ik ooit heb laten maken door mijn zwager. Die heeft er verder ook geen geld voor gevraagd. De Flower Power Dijk. Dat, omdat ik geen dijkgraaf ben. En dat is toch een gemis. Ik zie hier Gert van Wolf. Lucosiek was er ook. Het is toch een gemis. Dus denk ik, nou benoem ik mezelf tot de Flower Power Dijkgraaf van Nederland. Dus dat is gewoon zelf benoemd. Dat kan. Peter, ik zal verder geen tijd van je afsnoepen. We hebben twee presentaties van ongeveer een kwartier. En zoals gezegd, ja, de jouwe maak ik nog mee, maar helaas, Bart, waar ben je? Waar is Bart? Die zit daar. Het spijt me. Maar we waren vorig jaar wel in Ooi, bij de ploegdriever, toen jullie de onderscheiding kregen. Dus een deel van het verhaal en jouw dijk ken ik in elk geval. Heel erg bedankt dat je hier ook alvast bedankt dat je hier was. Ik ga snel zitten, dan is het woord aan Peter. Ja, mijn verhaal gaat over bloemrijke dijken. En als ondertitel het stukje over bruggen. Hoe kom je nou van de bestuurlijke droom van bijvoorbeeld Peter Glas naar de praktijk op de dijk? Ik ben Peter Bonen, ik werk bij Waterschap Vallei en Veluwe en ik woon in Amersfoort. En Amersfoort dankt zijn naam aan een doorwaadbare plaats in de Amer, oftewel de rivier de Eem. Langs die Eem, daar liggen regionale kades en primaire waterkeringen. Het zijn voornamelijk groene dijken met hier en daar fietspaden. Zelfs één is een coachpad voor de roeivereniging. Je hebt agrarische gebieden, je hebt natuurgebieden waar de dijk doorheen slingert. Hij grenst aan de Eem, dus er wordt volop gevaren, waterrecreatie. Maar ook fietsers, skiers, van alles kom je tegen op de dijk. Dat is een plaatje, een beeld. En het geeft ook wel weer, hoe kom je nou tot een beeld van een dijk? Hoe vertaal je dat naar dat je hem ook werkelijk krijgt? Ik zei, het zijn groene dijken langs de Eem. Maar op dit moment zijn heel veel van die groene dijken, die zijn niet groen, maar die zijn bruin of grijs. Want er speelt een grote dijkverbetering. Bijna alle kilometers langs de Eem, die zijn de afgelopen jaren op de schop gegaan. Of die gaan dit jaar, zijn die op de schop. Dat was wel een moment voor ons als waterschap, toen we wisten dat we moesten gaan verbeteren. Waarop we eigenlijk gedwongen werden om na te denken, wat hebben we nu? En hoe willen we dat het er straks uit komt te zien? Niet alleen qua ontwerp, maar ook welk plaatje wil je daar nou hebben? Welk kwaliteitsbeeld, streefbeeld zoeken we daar? Dus we zijn op zoek gegaan naar kwaliteit of streefbeelden die zouden passen op die nieuwe waterkeringen die daar zouden gaan verschijnen. Nou, hier zie je een mooi plaatje. Ik denk, dit beeld wat hier geschetst wordt, een bloemrijke dijk, is natuurlijk goed voor ecologie. Maar het doet ook iets met het imago van het waterschap. Vooropgesteld dat je eigenlijk wel een veilige dijk moet houden. Dus ik wil jullie meenemen in hoe kom je nou tot zo'n streefbeeld en uiteindelijk tot een mooie dijk. Ik besef dat ik jullie niet alles kan vertellen, daarvoor hebben we de tijd niet. Dus sommigen zullen in grote stappen zullen we doorheen gaan. De grote lijn. Gebaseerd op de praktijk bij Vallei en Veluwe. Hoe vertaal je zo'n ambitie dus naar de praktijk op een waterkering, maaien, bewijden, bemesten in sommige gevallen of verschralen? En uiteraard binnen de grenzen van een veilige waterkering. Wij kwamen daarbij uit bij de flora van Nederland. En de flora van Nederland, daar staan allerlei verschillende vegetatietypes in beschreven. Met kenmerkende soorten erbij en de standplaats, de omgeving waar je die dan aan kunt treffen. Alleen, je ziet natuurlijk heel veel verschillende vegetaties op waterkeringen staan. Sommige gewenst, andere minder gewenst. Sommige tijdelijk, andere hopelijk permanent. Je komt tegen ruigte- of pioniervegetaties en daar hoop je zo snel mogelijk doorheen te zijn om te komen tot kruidenrijke, bloemrijke vegetaties of weide- of hooilanden. Hier zie je wat in de flora van Nederland aan vegetatietypen staat en
Nou, het mag duidelijk zijn, een moeras of een bos, die zijn niet zo heel erg bruikbaar voor op een waterkering. Maar er zijn er ook een aantal die wel gewenst zijn, of die je dus gewoon al dan niet tijdelijk aantreft op een waterkering. Die worden vooral uitgedrukt met die R of een P, een W of een H. De R en P staan voor ruigte en pionier. De W voor weidetypes en de H voor hooilanden. En bij die W'tjes en H'tjes kom je dan ook nog een getalletje tegen, tussen de 1 en de 3. Het streven naar zo'n 2 of een 3 levert je een behoorlijk erosiebestendige dijk op, denken we. Met name, daar kom je allerlei verschillende soorten in tegen die verschillend bewortelingspatroon geven. Dus als het een beetje wil, dan heb je daar hele bloemrijke dijken die ook nog eens heel goed doorworteld zijn. Dus een goede erosiebestendigheid op kunnen leveren. Dan gaan we door naar het volgende plaatje. Hier zie je een aantal van die streefbeelden met soorten, met de benamingen en ook hoe ze zouden kunnen scoren in erosiebestendigheid. Of in de weergave van Ad Schouters, een beetje afhankelijk van welke soorten je hebt en dus in welk vegetatietype je zit, welke bedekking je hebt, kom je dan uit op een bepaalde zodenkwaliteit. Maar een aantal van die types die zijn best lastig om die te bereiken. En soms nog veel moeilijker om die lang vast te houden. Je loopt bijvoorbeeld risico dat als je eenmaal een mooie, schrale, bloemrijke dijk hebt, dat die te schraal zou worden en daarmee minder erosiebestendig. Krijg je een holle of een open zoden. Hans de Kroon zit in de zaal, ook spreker van vorig jaar. Die heeft daar een verhaal over gehouden en die gaat nu in opdracht van de STOA gaat die onderzoeken. Onder andere welke mengsels zijn nou handig op dijken, wat zijn die groeiomstandigheden. En dat moet eigenlijk vrij snel al wel een handreiking op gaan leveren met een aantal praktische beheerhandvatten. Bij Vallei en Veluwe hebben we in 2015 ervoor gekozen om het onderhoud aan de waterkeringen in een prestatiebestek op de markt te zetten. Daar hebben we die streefbeelden bij gebruikt. Pardon. We hebben uit grasmatonderzoek tussen 2008 en 2015 hebben we redelijk in beeld wat de kwaliteit op onze waterkeringen was. En soms in sommige gevallen zat je dan nog wat af van wat gewenst is. Dus we hebben dat bestek gebaseerd op de huidige kwaliteit en de gewenste kwaliteit. Daar hebben we opdrachtnemers bij gezocht. En die opdrachtnemers die hebben een beeld aangenomen. Een kwaliteit die ze aan het eind van de rit moeten halen. De opdrachtnemer bepaalt zelf wanneer die welke maatregel uitvoert. Dat is wel nieuw. We waren heel erg gewend om maatregelen in de tijd voor te schrijven en daarop te meten of eraan werd voldaan. Dat doen we niet meer. De aannemer bepaalt dat zelf. Weliswaar wel in overleg. Het waterschap monitort vooral de kwaliteit. Welke ontwikkeling zien we? En dat doen we met een grastoets en een grastoets light. Daar zal ik zo meteen nog iets meer over vertellen. We sturen met name in die kwaliteit door middel van het plan van aanpak van de aannemer. Zijn planningen die hij met ons bespreekt. En in bouwvergaderingen. Daarvoor gebruiken we die eerdere onderzoeken naar die grasmatkwaliteit. Hoe stuur je zo'n aannemer? En in het bestek hebben we nog een MV-criteria gezet, met name op duurzaamheid. Hoe ga je om met de afzet van maïsel? Dat wordt steeds belangrijker. De grastoets dan. Hoe bepalen wij die kwaliteit? Een aantal van jullie zal het bovenste plaatje waar grastoets in staat herkennen. Onder de VTV had je best een arsenaal aan gereedschap nodig om de kwaliteit te bepalen. Je moest de bedekkingsgraden bekijken, vegetatie, welke soorten komen er tegen. Je steekt een stukje van de grasmat uit met de guts en je gaat worteltjes tellen per 2,5 centimeter. En dat gecombineerd met je beheer levert je een bepaalde veronderstelde kwaliteit qua erosiebestendigheid op. Onder de WBI kennen we eigenlijk nog maar 3 soorten grasmatten. Een gesloten, een open of een fragmentarische zoden, zoals dat daar heet. En dat zou je hoofdzakelijk bepalen door wat je hieronder ziet. Een plaatje van een uitgestoken plag, die wordt gebroken en de mate waarin dat breekt, makkelijk of moeilijk, zegt dan iets over de doorworteling en over de erosiebestendigheid.
Wij gebruiken de grastoets en een grastoets light. De grastoets, daar wordt een specialist voor ingeschakeld. En die bepaalt zowel qua erosiebestendigheid waar zitten we met die zoden, als dat we een vegetatietypering vragen, ook om de aannemer daarop te sturen en straks te kunnen controleren of die aan zijn verplichtingen gaat voldoen. De grastoets light die hebben we zelf ontwikkeld en die doen met name de dijkbeheerders op de dijk gedurende het jaar een aantal keren. En daarbij wordt gekeken, je ziet het bovenste plaatje, staan een paar mannen in een mooie, nou eigenlijk wel een best wel bloemrijke dijk zou ik denken. En dan steken we een plag, we bekijken een aantal van dit soort aspecten. Voor die grastoets hebben we een soort werkbeschrijving gemaakt waarin je daar het stappenschemaatje ziet. En er wordt een formulier voor ingevuld waarin de belangrijkste zaken in dat formulier zijn met name ruwweg het aantal soorten wat je kunt herkennen, de bedekkingsgraad en hoe moeilijk of makkelijk breekt nou die plag. Dus de samenhang zoden en schades en onkruiden. Daar hebben we inmiddels zo'n anderhalf jaar ervaring mee opgedaan. En daar zie je wel met name bijvoorbeeld dit plaatje waar deze mannen in staan. Een mooi volgewas op de dijk. Daar kun je van afstand kun je zien hoe het eruit ziet. En meestal tref je daar dan ook een vrij goed gesloten zode aan met een behoorlijke doorworteling. En een behoorlijke aantal soorten wat je daar aantreft. Een diversiteit. Maar er zit ook nog wel een maar aan vast. De andere ervaring is wel dat je toch vrij lastig objectief die zodenkwaliteit kunt bepalen. Want met name het vochtgehalte van die toplaag, dat doet heel veel met hoe makkelijk of hoe moeilijk breekt die plag die je hebt gestoken. Maar het geeft in ieder geval wel beheerinformatie die we kunnen gebruiken in de aansturing naar de aannemer. Door slimme vragen te stellen, wij zien dit gebeuren, hoe ga jij daarmee om? Dan heb ik twee stellingen en wil ik eigenlijk aan Peter Glas vragen of hij die aan de zaal zou willen voorleggen. En dat is dan ook meteen het laatste wat ik doe. ik heb mijn microfoon al afgekoppeld. En de eerste stelling is, streefbeelden leveren een sterke bloemrijke dijk op. Dus kun je door het streefbeeld in de vorm van een foto of een beschrijving te stellen, kun je daarmee de brug maken naar die bloemrijke dijk. Zo heb ik hem verstaan in elk geval. Ja. Nou, wie denkt dat dit wel klopt? Van streefbeeld naar de dijk, dat is een relatief makkelijk te overbruggen stap. Nou, een enkeling, dat is aarzelend. Okay. Wie van u weet het niet? Ja, dat zijn er. En dan de rest ook nog een keer de hand omhoog, dan hebben we het hele beeld. Wat u zegt. Dat is eigenlijk toch problematisch. Nou, dus er is nog wel wat te winnen. Ja. Ik weet niet of je er iets van wil zeggen. Nou, de vraag is vooral ook aan de groepen, zo'n beetje. Is er een argumentatie te vinden waarom men vindt van heel makkelijk te overbruggen? Ja. Of misschien wel helemaal niet te overbruggen? Ja. Ik heb nu een groot dilemma, want ik moet echt weg. Okay, ik wil me ook echt verexcuseren, want ik moet naar het bestuurlijk Maasoverleg in Venlo. Mm-hmm. En dan moest ik eigenlijk om 12:30 zijn. Dus ik heb ze gezegd dat ik ietsje later kom. Maar er staat iemand met een slippende koppeling nu voor mij klaar om me daar naartoe te brengen. Ik hoop dat dat allemaal veilig gaat gebeuren. Ik maak even de break. Ik geef Wouter hier de microfoon. Of hadden jullie het onderling anders bedacht? Michel en Wouter doen het samen. En dan wordt het vast nog een hele mooie discussie. En Bart zo meteen ook. En ik wens jullie verder een hele vruchtbare middag. Zodat het zaad wat hier gezaaid is, vorig jaar ook al door Hans Kroon, dat tot volle bloei mag komen. Dat hoop ik. En ik hoop jullie in een van de komende edities volgende jaar ook graag nog een keer te zien. Dank jullie wel voor de aanwezigheid. Hey Peter, wacht! Ho, stop! Je kreeg nog een cadeautje namens de organisatie. We hebben een presentje voor je en we willen jou ontzettend hartelijk bedanken voor je... Ik ga gewoon die kant eruit en dan neem ik dat op weg. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Pak je die tweede stelling ook nog? Of zullen we het... Ja, doe jij Kijk, met de grastoets kan worden gestuurd op het behalen van dat streefbeeld.
Wie? Ja of nee? Even kijken, wie is het daar niet mee eens? Wie is het er wel mee eens? Nou, dan gaan we eerst even naar die man die deur te zeggen dat hij er niet mee eens is. Nou ja, in je presentatie van Jan Tichelaar van de HKV heb ik nog niet duidelijk gekregen in hoeverre de bloemrijk, of ik denk dat je bedoelt diversiteit in het mengsel, leidt tot een verandering van je erosiebestendigheid en hoe dat is onderbouwd. En hoe dat dan staat in verhouding tot dat wat we gewend zijn te doen vanuit de beoordeling van gras. En ja, dat maakt het voor mij lastig om te zeggen dat je... Ja, dat je zomaar even de gastoets daarvoor kan gebruiken. En dat je dan ook daar nog een veilige situatie in creëert. Wil je daar een antwoord op geven? Nou, ik kan er in zoverre wel op ingaan. Wij hebben gedacht dat je met de gastoets, en daar zit deze stelling ook vooral op, inderdaad kunt sturen op het behalen van dat streefbeeld. De veiligheid waar jij aan refereert, dus die erosiebestendigheid bepalen. Ik denk dat dat met name zit op het stukje wat ik net zei. Een van de leerervaringen is wel dat we nog beter die objectiviteit van hoe doe je nou die proef moeten zien te vinden. Want dat zit er nu inderdaad wat subjectief in. Ja, klopt. Ja, nee, dank. Ja. Dan ga ik verder met nog een tweetal ontwikkelingen die in ieder geval bij ons spelen, maar ik denk dat die bij een heel aantal beheerders spelen. Het eerste is het risicogestuurd beheer en onderhoud. Daar is vanmiddag een workshop voor, die kan ik jullie van harte aanbevelen. Ik denk dat dat een ontwikkeling is die we in ook Waterkeringenland echt wel gaan zien de komende jaren. En de tweede is dat je hebt naast, eigenlijk noemde ik het in mijn voorwoord al een beetje, die eemdijken die er liggen. Die hebben naast een veiligheidsbelang en misschien een bestuurlijke wens naar bloemrijke dijken, hebben ze nog veel meer belangen. Er zijn fietsers, er zijn recreanten, er zijn natuur- en landbouworganisaties en allemaal hebben ze hun oog op de dijk. En hoe kun je al die belangen nou dienen? Hoe kun je komen tot een afweging tussen al deze belangen? En daar zijn we met beleidontwikkeling bezig. Wij denken aan dit concept, een 4x7, waarin je als eerste bepaalt wat voor belang heeft die grasmat in de veiligheid. En daar kun je een score aan hangen. De volgende zou zijn, welke soortenrijkdom heb je nodig voor de ecologie? De derde is eigenlijk het omgevingsbeeld. Is het een agrarisch gebied, natuur of bijvoorbeeld bewoning? En als laatste kun je dan nog het beheertype daar tegenaan zetten. Wil je beweiden of maaien als hoofdregime? En dit zou dan moeten leiden tot een integraal afgewogen streefbeeld waarin je die belangen een plekje hebt weten te geven. Dat was mijn verhaal. Tot slot een paar plaatjes van min of meer bloemrijke dijken. Je mag zelf bepalen welke min en welke meer. En hoop ik dat mijn verhaal een beetje overgekomen is van bestuurlijke droom naar de praktijk op de dijk. En dan gaan we vervolgens naar de praktijk op de dijken bij Nijmegen. Het verhaal van Bart Willers. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel, Peter. Mooi verhaal. Zijn er vragen of opmerkingen uit de zaal? Het wordt heel erg... Oscar. Ja, Peter, je had het er straks over die streefbeelden. Wat eerst bij mij opkwam was van, ja, hoe zijn jullie streefbeelden bepaald? Is het puur op basis van een plaatje of zat daar nog meer achter? Ja, er zat meer achter. Ik refereer aan de flora van Nederland. Daar zit vrij goed omschreven welke vegetatie je dan aantreft. En welke soorten daar kenmerkend voor zijn en welke ondersteunend. Daarmee kan een ecoloog bijvoorbeeld ook bepalen van waar zit ik nou ten opzichte van dat streefbeeld. Dus die kun je vrij redelijk bepalen of je daaraan voldoet al dan niet. Dus het is niet alleen een mooi plaatje, nee, het is ook een diversiteit aan plantensoorten die er moet staan. Heb je dan in je streefbeeld ook een worteling opgenomen? Kon je niet verstaan of je in je streefbeeld ook iets van je doorworteling opneemt? Dus ja. Refereert ook aan de grastoets uiteindelijk. Ja. Wat je wel ziet is, misschien kan ik hem even terughalen, het plaatje met de... met name de bedekking bepaalt heel veel. Moet ik even kijken waar die stond. Nee.
hier hebben we één. Waar je staat in zo'n vegetatie is niet meteen bepalend voor erosiebestendigheid. Je zit wel met de haartjes 1 tot en met 3, of met de weetjes 1 tot en met 3. Is een 1 veel minder qua bedekkingsgraad en doorworteling als een 3. Dus daar zit wel een directe koppeling in. Dat zie je hier deels ook. Als je het tabelletje bekijkt, dan zie je dat bij een H1 bijvoorbeeld, die scoort slecht. Een H2, die is minder soortenarm, dus er zitten al wat meer verschillende soorten in. Maar het is afhankelijk van de bedekkingsgraad of die matig of goed zou gaan scoren. En dat geldt voor zo'n H3 ook. Dus of daar zit de koppeling. Jij bent hier vandaag nog, neem ik aan, Peter. Dus stel vooral de vragen zometeen tijdens de lunch of in de workshop.